Morgen ga ik weer een gesprek aanvragen. Omdat wij de draft nog niet afgemaakt hebben. De zaken die we gezegd hebben, waarbij de gaande regering zou ondersteunen hoe, wat, waar, wanneer, wie en in welke mate die opdracht is gegeven aan meneer Ramdin. En ik hoop niet dat hij gezegd heeft in het buitenland dat hij geen afspraken heeft met de voorgaande regering. Want anders, als hij dat gezegd heeft, ga ik genoodzaakt zijn te zeggen dat hij liegt. Hij jokt niet, dan liegt hij. Als hij dat gezegd heeft. De vicepresident is daar. Zijn excellentie. En de president is daar. Die weten, die zitten te wachten op de draft. De eerste draft welke we samen zouden bekijken. En welke wij samen dan zouden signeren. We hebben de uitspraak gehoord van de minister van Buitenlandse Zaken in het buitenland betreffende wat we dan plegen te noemen herstelbetalingen. U weet, ik ben geen man die me haast, maar ik wacht wel om te zien op welke wijze de regering dit gaat corrigeren, omdat dit natuurlijk een standpunt is welke is ingenomen dat lijnrecht staat tegenover de afspraken die wij gemaakt hebben in CARICOM-verband. Laten we hopen dat hij die uitspraken niet gedaan heeft. Want als hij denkt dat hij een koning zomaar hier gaat binnenbrengen, het is te vroeg eigenlijk. Het is te vroeg. Maar dan gaan we de stad hermetisch afsluiten. Als die koning komt met goede bedoelingen voor het land, zullen wij hem ontvangen met palmtakken en zullen hem begeleiden naar de president. Als hij met kwaaie bedoelingen komt, gelooft u me, dan sluiten we die tent hermetisch. Just try me. Please don't try me.